keukenboer. Ja, ik verstond iets heel anders. Bruinzeel. Wat verstond jij dan? Ik verstond keukenboer. Feeling like a rock star, star. Vandaag hebben we zo'n spannend dingetje, want we gaan vandaag wellicht onze nieuwe huis. We zijn bezig met verhuizen. Zeg maar gefeliciteerd! Om onze nieuwe keuken uit te gaan zoeken. Niet huilen. Nee. Hallo. Maar ja, in ieder geval, dat wilde ik wel even zeggen dat ik het hondje heb gezien. En verder ga ik nog niks vertellen. Dus je moet maar gewoon even verder kijken. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Hoi, een hele goede dag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik lig hier op de bank met Memphis, want die is de hele dag al ziek. Die had gisteravond hele hoge koorts en ja, was gewoon echt niet lekker. Hè? Ja, en ik wacht naar foto's maken. Ik kan ook niet weg. Als ik wegga, dan wil meneer meteen dat ik bij hem kom liggen. En ik moet bij hem liggen en ik moet bij hem blijven. Ik heb wel even gesport. Mijn schoonmoeder kan even oppassen snel. Ja, voor de rest is hij gewoon lekker bij mij. En... ik had het daar in de hoi, ik zat daar. Ja. Ik heb bij mijn bel. En dan gaan ze naar beneden. En ze naar niet. Zie je in slaap gevallen? En ik ga hem ook hier laten slapen. Want ik wilde hem net op bed leggen, maar hij is echt al zo'n 20 keer naar beneden gekomen en iedere keer huilen in bed. Dus ik laat hem nu maar gewoon op de bank slapen. En dan wacht tot Nick thuis komt en dan tilt hij hem naar boven. Anders krijgt hij nog geen rust. En ik weet als je ziek bent, dan is het beste dat je gewoon gaat slapen. Dus vandaar dat ik hem gewoon hier dan laat liggen. Dan hoop ik dat hij morgen wel beter is. Michelty. Oh, lekker. Lunchje. Tweede lunch voor mij. Hey en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag, even denken. We hebben altijd al die dagen kwijt. Het is vandaag woensdag. Nee, het is vandaag dinsdag. Het is vandaag dinsdag. En Memphis is nog steeds ziek. Hij ligt nu boven even een tukkie te doen. Hij heeft nog steeds koorts. Ik ben nu even mijn tweede lunch aan het eten. Ik heb de volkoren crackers ontdekt van Bolletje. Die echt super lekker zijn. Ik dacht gewoon, nou lekker. Ik moet sowieso alles volkoren. Ik wil soms doen nogal rijst en niet volkoren. Want dat vind ik toch lekkerder dan volkoren rijst. I'm sorry. Maar anyways, ik ging helemaal van het verhaal af. Memphis is dus nog steeds niet lekker. Zij zegt dat hij de hele tijd last heeft van zijn oor. Dus ik ben bang dat hij daar een oorontsteking heeft. En als het zo doorgaat, ga ik morgen even met hem naar de dokter. Hij slaapt nu even, dus kan ik even bijkomen. Even bijtanken. Ik ga nu eventjes deze banaantjes in de vriezer doen. Want ze zijn echt al heel erg bruin. Zoals je ziet zijn hier wat vlekken. En die kan ik nog gebruiken voor mijn proteïne shake. Zo, hier zijn mijn zakjes. Die gebruik ik dan voor in mijn proteïne shake. En heel goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. En ik ga nu even boodschappen doen. Het regent al de hele dag hier. Maar ja, sportschool is ook dicht. Dus ik kan niet gaan sporten. Ik heb vanochtend even zelf thuis een workout gedaan. Ik ga nu in ieder geval even opschieten, want ik ben weer een beetje laat. En ik moet nog een hele vlog editen en alles. Dus een beetje krap in de tijd. Ik heb hier in ieder geval alle boodschappentassen. En ik heb mijn nieuwe broeken, maar ik moet toch iedere keer eraan wennen als ik deze aan heb. Want hij is best wel dat je je bil heel goed ziet. Ik durf hem iedere keer niet aan. Dan schaam ik me toch weer een beetje voor. Maar ik ga hem even laten zien. Kijk. Ik weet het niet zo goed. Ik doe hem nu in ieder geval aan om uit mijn comfortzone te komen. En omdat ik daar een workout thuis ga doen, dus... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en we beginnen met een nieuwe week.
Ik zit meteen in de metro, want ik ga naar Arnhem. Deze week heb ik me-time, dus ik ga lekker doen waar ik gelukkig van word, kort gezegd. Ik ga nu naar mijn moeder en dan heb ik een gezichtsbehandeling. En de rest van de week zien jullie wel. Maar in ieder geval ben ik nu onderweg naar Arnhem. En als het goed is, moet ik daar rond 11:30 zijn. Dus mijn camera was gewoon stuk, want die was in het water gevallen. Mijn lieve zoon had een waterflesje in mijn tas gedaan, die niet helemaal goed dicht was. Dus er was allemaal water in mijn camera gekomen. Het is nu weer goed, want volgens mij is het water opgedroogd en hij doet het weer gewoon dus. Ja. Oh my god, zo lekker. Ik heb net echt super lekker gegeten en ik ga dadelijk mijn gezicht laten doen. Dus al mijn pukkels eruit halen en al mijn mee-aids eruit halen. Want ik ben eigenlijk wel heel lang niet bij de schoonheidsspecialist geweest. Dus het wordt echt fucking tijd dat ik daar naartoe ga. Van daaruit ga ik weer naar mijn moeder. Geen mascara uit op het. Nee, wacht, ik lieg. Vanuit daar gaan we nog even sushi eten. Dus het is echt veel buiten de deur eten vandaag. Gewoon even lekker chill en gewoon lekker mijn ding. Gewoon lekker eten wat ik wil. En I see it later, beter. Tentje is het. Stan en nog wat. Stan en lip, Stan en I don't know. Anyways, ze hebben hier echt de lekkerste Chardonnay ever. Als je van droge witte wijn houdt, dan is dat echt super lekker. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. Ik ga nu even met mijn moeder ontbijten. We zijn net aangekleed en alles. Ik ben gisteren een beetje griepig geworden, een beetje ziek. Dus nou, we zullen het zien hoe we het vandaag gaan hebben. Maar het is wel lekker weer. Het is niet heel warm, maar ook niet heel koud. Gewoon normaal. En ik heb dit hier aan. One eternity later. Een hele goede dag en welkom bij een nieuwe. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en zoals je hoort is mijn stem echt helemaal weg. Ik was weer gevloerd met de griep. Of course, wanneer ik een weekje vrij neem, krijg ik de griep. Of course, dat kan alleen weer mij overkomen. Maar ja, wij gaan nu eventjes naar een puppy kijken. Superleuk. Ik wil heel graag nog een puppietje erbij. Nick is daar minder enthousiast over. Maar we gaan toch even kijken. Ik ben een beetje buiten adem van die griep. Ik heb deze hele week niet gesport gewoon. Hè. En ja, ik weet het niet. Hey. Lichten dus? Ja, doe maar lichten. Is leuker. Oké. Dus en daarna gaan we even een hapje eten met z'n allen. Ik ga nu even een make-upje opdoen, zodat ik er nog een soort van fatsoenlijk uitzie. En ja, let's go. Ik hoop dat wanneer ik dit aan het editen ben, dat ik überhaupt iets van mijn stem of verhaal begrijp. Ik ben klaar om te gaan. En ik heb haar gewoon even snel aan de start gedaan. Oh, ik zie er ook echt moe uit, moet ik zeggen. Chuk, chuk, chuk. Kijk, dit is het dubbelzijde. Dat is irritant. Dan zie je dat zo. Lesje zat te huilen. Zo, ik ben thuis. Nog steeds met mijn verrotte stem. En we hebben vandaag zijn we bij een hondje gaan kijken. En hij is zo lief. En ik ga morgen spulletjes kopen. Want ik ga hem kopen. Ik ga morgen alles vertellen. Ik ga eerst slapen, dat mijn keel echt heel veel pijn doet. En vooral als ik praat, doet het echt zeer. Dus vandaar dat ik niet zoveel geappt heb. Of geappt heb, maar mij dan gevlogd heb. Omdat ik dan moet praten en het doet pijn. Ik ga nu ook op tijd naar bed en ga Saridon innemen. En een keelsnoepje. Maar ja, in ieder geval, dat wilde ik wel even zeggen dat ik het hondje heb gezien. En verder ga ik nog niks vertellen. Dus je moet maar gewoon even verder kijken. Maar ik kan wel één ding vertellen. Ik ben echt spoor verliefd op hem. En hij ziet er echt super, super schattig uit. Ik ga nu stoppen met praten, want mijn keel echt... Oh, ik weet niet wat dit is, maar ik ben al de hele dag water aan het drinken. En het helpt gewoon geen fuck. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag
zaterdag. En mijn stem is, zoals je hoort, nog steeds weg. Wij gaan nu even hondenspulletjes halen, want we gaan onze nieuwe hondje ophalen. En ik ben echt super enthousiast. En ik heb er super veel zin in. En Lesje heeft er ook super veel zin in. Dus ja, let's go. Ik ga eens even een tuigje en een mandje halen. Hem op. Ja. En het duurt nog 2 uurtjes. Nog 2 uurtjes, ja. 3 uur mogen we ophalen. Ja. En het is nu 1:05. En nu maar hopen dat ze vriendjes worden. Hallo. 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 Pap, kijk. Papagai. Hallo. Kijk, pap. Hallo. Eventually. Hallo. Hallo, liefje. Oh, hij is echt super cute. Hallo. Hi. Ga je vriendjes worden met Zeno? Ja, Zeno. Ben je klaar voor die? Let's do this. Daar is Zeno. Hij is nu nog blij, ja? Moet ik kijken hoe hij daar... Doe de deur open. Hij ziet hem nog niet. Doe maar de deur open. Laat hem nog niet zien. Zet hem maar neer. Oh, wat zijn ze lief. Zeno kwispelt. Kom maar, Memphis. Ze willen even samen snuffelen en doen. Even het huisje. Kijk, ze gaan met z'n tweeën. Ja, wat is dit, Zeno? Oh, het zijn 2 plasjes al. Ja, en deze is dus ook nog aan plassen. Hier. Nog één. Jullie gaan niet mee naar huis zonder pissen, hè? Ik had verwacht dat Zeno heel dominant zou zijn. Maar dat is hij dus niet. Hij is een beetje geïntimideerd door Dien. Dien heet hij trouwens. Hij is een beetje angstig toch wel voor hem. Dien is toch wel echt, heeft wel een pittig karakter. Zeno en Dien zijn potje afpakt, dan kan Dien wel heel erg fel naar hem zijn. Jij weet dat ik op jou praat, hè? Kijk. Zeno. Ja, goed zo. Goed zo. Goedemorgen. Goedemorgen, Zeno. Goedemorgen. Goedemorgen, mannetje. Hallo. Ja, je even schoonmaken. Is niet erg. Geen mama. Nee, ik ga schoonmaken. Ga je schoonmaken? Oké. Okay. Many months later. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is echt super lang geleden, ik weet het. Ik vind het ook echt awkward om mijn camera vast te houden en weer te gaan praten of zo ergens. Maar ik ben er weer. Er is zo crazy veel gebeurd. Zo zijn er ook heel veel dingen wat we nu anders gaan doen en wat we willen voor onze doelen, toekomstplannen. Maar ik ga niet alles in één keer. Ik ga je niet ambushen met allerlei verhalen over wat er allemaal aan de hand is. Ik doe het even gedurende de vlog. En dan laat ik beetje bij beetje gewoon even een beetje los. Want anders ben ik aan 1 stuk door aan het ratelen. En dat wil ik niet. Ik heb ook een nieuwe camera. Want ik zou eigenlijk, want ik ben naar Israël geweest omdat Nick zijn nichtje ging trouwen. En in Israël was mijn camera dus stuk gegaan. Daar baalde ik echt super erg en super hard van. Want ik had dus geen camera. En ik vind het gewoon echt niet fijn om met mijn telefoon te filmen. Dat is echt voor mij... Ik kan dat niet zo goed. Maar in ieder geval, mijn camera is stuk, dus ik kon niks filmen. Ik heb wel foto's gemaakt, maar die laat ik dan ook later allemaal zien. Voor degene die dat allemaal wil weten. Ik heb mijn haar ook trouwens echt helemaal niet gedaan vandaag. Het ziet er ook echt niet uit. Maar ja, we moeten het even hiermee doen. Vandaag hebben we zo'n spannend dingetje, want we gaan vandaag wellicht onze nieuwe huis. We zijn bezig met verhuizen. Dus dat is een van de dingen dat best wel big is. Nog even. En helemaal nieuw en helemaal spannend. Het is vandaag dinsdag. Ik ben echt lang weg geweest. Ik weet het. En het spijt me echt super erg dat ik zo lang weg ben geweest. Maar ik had het zo even nodig. Wat het is... Voor mensen die perfectionistisch zijn, die denken meteen, oh Mer, ik snap jou, ik voel jou, ik weet wat jij bedoelt. Freaking perfectionistisch ben, wordt het alleen maar erger en dan moet alles helemaal perfect, perfect, perfect. Thumbnail moest perfect, dit moet perfect. En er ging zoveel tijd in zitten in een video, dat ik denk dat, ja,
Dat kon gewoon haast niet meer. Dat was gewoon echt too much. Maar ja, daarentussen ging ook nog eens een keer mijn camera stuk op vakantie. Dus ik had ook geen camera. Dus de vakantie voor mij werd een beetje langer. En ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk ook wel lekker om even niet te moeten posten. Even niet te moeten filmen. Even gewoon genieten van wat er omheen gebeurt. Maar op een gegeven moment dan begin je het echt te missen. Althans, ik heb het zo hard gemist. Ik had iedere keer de neiging van, oh, hier had ik mijn camera voor moeten hebben. Dit hadden jullie moeten zien. Dit was zo prachtig. Dit is zo'n mooi moment in mijn leven. Je snapt wat ik bedoel. Dat allemaal wilde ik gewoon heel erg met jullie delen. En dan kan het op dat moment niet. En ja, toen wist ik wel dat het echt mijn liefde is. Jullie zijn mijn liefde. Boe. Boe. Het werd een beetje laat. Ik ga ook eten bestellen. Want we waren net naar het nieuwe huis gaan kijken. Met zo'n bouwmeneertje. Die dan kijkt of alles nog goed is aan het huis. Want het is best wel een oud huis. Het is een oud herenhuis. Ik had vroeger altijd al een droom gehad. Dat ik een oud herenhuis dan ga verbouwen. En dat helemaal mooi maak. Tot in mijn stijl. En nu kunnen we dat. En ik hoor dat de jongens boven ruzie aan het maken zijn. Dus ik ga weer even als mediator spelen. Wat is er? Hallo? Ja? Waarom doe je zo brutaal? Omdat lust dat niet uit de hoek en mijn deur open. Ik heb dus een nieuw snackje. Deze hummus is echt lekker. Is met gekarameliseerde ui en tijm. Oké, dit is Wiesje. Een snoepje, hè? Kan je openmaken? Ja, ik ga hem openmaken. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En Alessia gaat op kamp vandaag. En hij is vandaag jarig. Yes! Gefeliciteerd! 11 jaar alweer. Eindelijk. Het is nu ook echt vet vroeg. Dus we zijn best wel vroeg wakker. Ik heb de hondjes al uitgelaten. En Alessia gaat vandaag voor 3 dagen naar kamp. Ze hadden gisteravond nog snel zijn spullen ingepakt en alles. En ik ga even wat eten. Ik heb honger. Vandaag jarig. Nee. Alessio. Zeg maar gefeliciteerd. Dank je. Heb je er zin in? Ja. Oké dan. Ja. Vind jij het dat hij weggaat? Maak je rustig. Ga je huilen? Nee, natuurlijk. 3 dagen was vermoord. Ik ben nog in Nederland. Gewoon een weekje maken. Ja. Grapje. Ik maak ook maar een grapje. Ja, niet huilen. Nee. Oké, het is nu tijd om Memphis op te halen. Alessia niet, want die is naar kamp. Dus die ga ik niet ophalen. Die gaat daar lekker slapen. 3 dagen. Ja, I know. Kleine jongens worden groot. Ik eet tegenwoordig. Ik laat het nog heel snel zien voordat ik te laat kom met Memphis ophalen. Maar ik laat het echt heel quick zien. Dat zijn deze dingen. Ik eet het echt met alles. Met smeerkaas, met van alles. Van alles wat je erop kan verzinnen. Doe ik erop. En het is echt yummy, yummy, yummy. Maar ik ga nu in ieder geval even snel Memphis ophalen. And now when you touch it, the screen itself will flex a little bit as opposed to... Vandaag donderdag en ik ga nu eerst even naar de kapper en daarna ga ik het koopcontract tekenen van ons nieuwe huis. Oh, ik moet even bijkomen van die trap. Mijn conditie is ook niet meer wat het geweest was. Kijk wat ik voor kleren ga aandoen, want dat is ook altijd een drama bij mij. Ik heb nooit een idee wat ik aan ga doen. En volgens mij is het wel lekker weer buiten dus. Dus we gaan er maar voor, hè. Oké, ik heb mijn haar gedaan. Oh, een beetje schor. En nu is het tijd om naar de kapper te gaan.
Ik had al gegeten brood. Ik had echt zin in een broodje Nutella. Ik ben tegenwoordig een beetje verslaafd geworden aan een broodje Nutella. Ik eet iedere dag bijna een broodje Nutella. En het is zo yummy en het is gewoon heerlijk. En nu heb ik een verslaving ontwikkeld aan Nutella. Nu heb ik trouwens ook voor het eerst mijn haar in de krul en kort. Zoals je ziet, ik heb mijn Ariana Grande t-shirt aan. Ik heb een t-shirt van haar, maar ik kan haar naam nooit uitspreken. Echt super slecht. Maar ja, anyways. En ik heb dit. Zo'n wijde broek. Met mijn nieuwe tas die ik van Nico heb gekregen. Echt super blij mee. En ja, dat was het. Ik doe sneakers eronder aan en I'm good to go. Want ik kan niet met hakkenauto rijden. Dat is echt worst case scenario. Dus als er ongelukken gebeuren, dan rijd ik dus met hakken. Dus ik rijd gewoon niet met hakken. Ik kan dat gewoon niet. Ik heb het heel vaak geprobeerd. En mijn gas gaat, trap ik veel te ver in. Waardoor ik een of andere Fast and Furious racer word, weet je. Ik heb dan mijn hart in mijn keel zitten. Dat ik tussendoor met hakken rijd. Bleekselderij, wortel en cherrytomaten met mijn favoriete hummus die ik dus nu heb. Echt de shit, jongens. Ik ga hem daar weer opnieuw kopen. Dan zal ik wel even de verpakking laten zien. Want ja, zo stupid van mij. Ik heb die verpakking weggegooid. Maar dit is echt lekker om zo te... En dan in je mondje te doen. Love it. Dus ik begon een beetje honger te krijgen. Ik werd net gebeld of het een half uurtje later komt. Toen dacht ik, nou, kan wel. Ik heb niet zo heel veel op de planning staan vandaag. Alleen dat ik een koopcontract ga tekenen voor mijn nieuwe huis. Ik heb echt helemaal in mijn hoofd hoe ik het ga inrichten, wat ik ga doen. Echt obsessively gewoon. Want dit alleen zo eten vind ik echt niet lekker. Er moet wel echt lekker sausje bij. Ja. Oh, ik heb jeuk. Het is echt super lekker weer trouwens. Ik dacht dat het echt koud zou worden. En het is gewoon echt super, super lekker weer. Dus, hallo. Is het leuk? Ja. Ja? Wat zeg je? Moet ik hem vast? Maar laat maar liggen. Anders gaat hij kapot. Het is van Alessio. Die moet hij meenemen. Het zijn zijn kleertjes voor kamp. Ik heb zin in een Mac. Heb je zin in een Mac? Ja. Dat is zo, als je de geld die had, hè? Hey, Memphis! Dag. Even denken, welke dag zoek ik vandaag? Het is vandaag zondag. Het is vandaag zondag. En ik ben nu onderweg met mijn gezin naar Loos 5. En daarna gaan we naar de keukenboer om onze nieuwe keuken uit te gaan zoeken. En ik heb al een ideetje hoe ik het allemaal wil hebben. Welkom bij een nieuwe vlog. Mag ik de uitsleutel? Die heeft de lesje al. En iemand kan heel prachtig zingen hierachter. Ik kan al naar tweeën. Mooi hoor. Woe! Hou op. We hebben klappen voor je. Ik wil niet klappen. Wat? Keukenboer. Ja, oh, ik verstond iets heel anders. Bruinzeel. Wat verstond jij dan? Ik verstond keukenboer. Nou. Het is een brutaliteit. Mijn zonnebril zoeken. En dan zonnebril zoeken. Ja. Altijd iets kwijt. Altijd. Waar blijven die anderen? Die zie met Memphis. Wilt hij zijn schoenen weer niet aan? Ja. Girl, we don't even kiss. Echt een leuk kleed. Ja, kijk maar even daar. Nou, we hebben net de keuken gedaan. 3 uur lang mee zoet geweest. Met alles tekenen en doen en weet ik veel. Nu zijn we in Loos 5 om even wat spulletjes te gaan checken. Wat we heel graag willen in het huis. En Mems is heel erg enthousiast. Die hoor je op de achtergrond. Dus ja, ik zie allemaal leuke dingetjes die ik allemaal helemaal geweldig vind. Dus ik kan die hele winkel wel leegkopen. Ik zweer het je toch. Het is gewoon niet normaal. Oh, kijk hoe leuk is dit. Ik ben tegenwoordig helemaal into black on black. En deze, oh, die spiegel. Die vind ik ook heel erg geweldig. Echt super cool. Ja, hier moet ik even een fotootje van maken. Oh, kijk eens hoe schattig.
Oh. Oepsie. Ik laat weer wat vallen. Oh, die ronde. Nick, deze zijn ook heel erg leuk. Ik vind ze mooi. Ze zijn ook lekker zacht, hè? Oh, je bent tegen de tas aan. Dan heb je echt een chillruimte. Hoeveel zijn ze? 16 euro? 16. Oh, 16'tjes. Ik denk al 16 euro. Wat een koopje. Dan neem ik ze nu meteen mee. Neem ik er meteen 10 mee voor 16 euro. Hoe groot zijn ze? Wat zijn de afmetingen? Hebben ze niet verschillende afmetingen? Nee, oh, deze afmeting alleen. Oh, wat zie jij? Olifant. Olifant. Heb je een leefkeuken, dan neem je zo'n... Maar wat vind je ervan dan? Ja, maar van voor het bad? Ja, voor bij het bad. Ook om plantjes op te zetten en zo natuurlijk, hè? Plantjes? Ja. Ja, dat is hartstikke hip. En dit soort lampen wil ik dan boven de eettafel gaan doen. Ik ben alleen nog niet uit welk, want ik zie hier allemaal leuke lampen. Ik moet niet weten welke het dan wordt, maar ik vind ze allemaal wel leuk. Oh, mijn haar is het even geen meter. Plat haar. I hate plat haar. Nee, het is nog steeds niet oké. Nee, maar niet uit. Zo, dit was alweer het einde van mijn weekvlog. Nou, het was eigenlijk een mengelmoes. Het is niet echt een weekvlog. Het is een mengelmoes van allerlei dagen bij elkaar gepropt. Vanaf volgende week komt er weer wat meer orde in te zitten. Ik hoop dat je het een leuke video vond en bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie vrijdag weer bij een nieuwe video om 4 uur. Love you! I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.